Momenteel zijn er in Europa 5,5 miljoen werklozen die jonger zijn dan 25 jaar. Dat is bijna 23%. En in sommige landen, zoals Spanje of Griekenland, is de situatie nog ernstiger. Daar is de jeugdwerkloosheid meer dan 50%. Maar er zijn ook oplossingen. Een van die oplossingen is de jeugdgarantie. Volgens de Europese Commissie is het jeugdgarantieprogramma, dat gericht is op mensen die jonger zijn dan 25, een van de beste methodes om de werkloosheid terug te dringen. Daarom heeft de Europese Commissie aan alle Europese landen gevraagd om dit programma in te voeren. Dankzij de jeugdgarantie zal er niemand meer uit de boot vallen. Elk land zorgt ervoor dat elke jonge Europeaan een baan, leercontract, stage of opleiding aangeboden krijgt binnen 4 maanden na zijn laatste baan of nadat hij de schoolbanken verlaten heeft. Bepaalde landen zoals Finland en Oostenrijk passen dit principe al toe. En het werkt. De werkwijze van de garantie kan verschillen van land tot land. Er is geen vast opgelegd model. Enkel het resultaat is van belang. Namelijk dat geen enkele jongere in de kou blijft staan zonder hulp of de mogelijkheid om een goede baan te vinden. De EU probeert de landen te helpen bij hun programma's. U kunt ook helpen door van u te laten horen en de jeugdgarantie in uw land te promoten.